Dus kijk waar het probleem eigenlijk zit, hè? Waar het probleem zit is, en ik denk ook dat dat verklaart waarom de maatschappelijke elite, want als je kijkt naar de raden van bestuur en commissarissen bij verzekeraars en banken, dan heb je het over de maatschappelijke elite. Dan heb je het eigenlijk over fatsoenlijke mensen. Als je dan de vraag stelt, hoe is het mogelijk dat in dit land over zo'n lange periode zaken zijn gebeurd die absoluut niet in het belang van de consument zijn, dan is het enige antwoord erop dat de elite bovenin ogen dicht heeft gehouden. Dat is nu eenmaal hoe het bedrijf gerund wordt. Wij willen er niks van weten. Wij letten op het grotere plaatje. Daar is nooit gevraagd in die raden van commissarissen en in de raad van bestuur is nooit gevraagd de hele simpele vraag. De producten die wij verkopen, zijn die in het belang van de klant? En als dan een heel klein... Het argument dus terugkeren en altijd zeggen, ik ben macro. Dat hele simpele vraag van de producten die verkocht zijn die in het belang van de klant? Ik ga een heel simpel voorbeeld. 2003 ben ik door het verbond gevraagd om een discussie te leiden onder directeuren van levensverzekeringsbedrijven over reputatieherstel. Ik heb gezegd, nou, voordat ik met u de hele middag bezig ben over reputatieherstel, en dat we een soort reclamespotje gaan verzinnen, hele simpele vraag. We lopen u één voor één langs. Weet u of u producten verkoopt op dit moment die niet in het belang zijn van de klant? Als het antwoord ja is, dan kunnen we de hele middag verder afgelasten, want u moet eerst die producten afschaffen. Anders heeft reputatieherstel geen zin. Hoe liep die middag wel? Nou, die liep, dat was absolute stilte. Niemand gaf een antwoord. En daarna zijn we op een toch redelijk fatsoenlijke wijze zijn we de middag doorgekomen. Maar het was verbijsterend om te zien dat die bestuurders wisten dat ze allerlei producten verkochten die niet in belang van de klant waren. Maar dat nooit aan de orde wilde stellen, omdat er geld verdiend moet worden. En men kijkt liever naar buiten dan dat men dat aanpakt op dat moment. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar... Je mag ook niet, en dat vind ik een beetje storend in deze hele discussie, die consument zomaar buitensluiten. Op dit moment wordt die consument, en daar deed ik net ook aan mee, die werd als dom afgeschilderd. Of weet u wel of uw product in het belang is van de consument, maar kent het bedrijf de consument eigenlijk wel? En dat vraag ik me dus heel erg af bij deze bedrijven. Hier zit geen gedragseconoom of een emotie-econoom of hoe wil je ze allemaal noemen aan tafel. Maar op dat gebied weten we natuurlijk op dat... In die discipline weten we veel meer over consumenten en consumentengedrag dan er waarschijnlijk aanwezig is bij deze bedrijven. Als je weet dat dat de consument zich niet altijd rationeel gedraagt, zich niet altijd op een manier aanpast zoals jij dat verwacht, dan krijg je ook andere uitkomsten dan je vermoed dat je zult hebben. Op het moment dat mensen nogal wat emoties hebben bij het aankopen van een huis, en je komt dat met een heel rattenplan aan rationele voorstellen waarvan je weet dat het risiconiveau toch wel fors hoog is, dan zeggen die mensen op alles ja, want ze willen gewoon dat huis hebben. En dat begrijp ik. En dan denk ik dat de consument hier nog wel heel erg onderbelicht blijft in deze discussie. Nou, ik ben het zover wel met Albert eens, maar ik wil toch even het beeld weghalen dat bij alle financiële instellingen toch alleen maar wordt gekeken van wat levert het ons op. In tegenstelling tot het beeld wat AFM bijvoorbeeld laatst met Vier Hogevorst creëerde. In Nederland worden woningbezitters niet overgekrediteerd. Tenminste niet door de grote banken. Nederlandse hypotheken zijn hartstikke veilig. Gedwongen verkopen komen bijna niet voor. En als ze voorkomen, dan heeft het meestal met echtscheiding te maken en niet met overkreditering. Ik bedoel, het zijn gewoon harde feiten, harde data. Banken gaan daar uiterst zorgvuldig mee om. En toen de partijen in de markt waren die daar misbruik van wilden maken, toen was de AFM de grote afwezige. Die heeft daar nooit één mond over opengetrokken. Dus binnen het kader wat de AFM heeft, hadden ze al veel meer kunnen doen toen er inderdaad wel piraatbanken actief werden. Maar ze zijn nu een eigen straatje aan het schoonvegen. Dus van de AFM die heb ik voor de val van Lehman niet gehoord. En de AFM had heel veel kunnen doen toen er dingen op de hypotheekmarkt niet goed gingen. Men had over DSB ook veel eerder aan de bel kunnen trekken. En nu achteraf, ik heb vorige week een beetje een plaagstootje naar de vrienden van de AFM opgeschreven. Want als je niet beter zou weten, zou je denken dat ze vorig jaar oktober zijn opgericht. Een beetje gechargeerd. Ik weet dat dat niet zo is. Maar er had veel binnen de kaders had men al veel meer kunnen doen. En het beeld dat er heel bewust producten worden geconstrueerd en verkocht die niet in het belang van klanten zijn, het zal voorkomen. Maar ik denk dat er genoeg financiële instellingen in dit land actief zijn, ik zal ze niet bij naam noemen, die dat ver van zich houden. Nou ja, kijk.
Nou, namen noemen heeft geen zin. Dat moet je ook niet doen. Kijk, het is absoluut. Dat moet je ook niet doen, want het is altijd. Want dan noem je iemand niet die je weer wel had moeten noemen. Het is nu eenmaal zo. Als het model is dat er geld verdiend moet worden. Als je producten vergelijkbaar maakt. En de klant heeft behoefte aan simpele producten. Als je die vergelijkbaar maakt, zijn de marges in het algemeen laag. Dus er is een behoefte vanuit het geld verdienen om producten complexer te maken. En dat is niet om in te spelen op de klantbehoeften. Dat is om producten onvergelijkbaar te maken. En dat is wat op de Nederlandse markt gebeurd is. En dat betekent dat er nu dus heel streng opgetreden moet worden. Raden van commissarissen moeten op de agenda zetten van de producten die wij aanbieden. Zijn die in het belang van de consument? Dat moet op de agenda staan. Dat moet een discussie zijn in de Raad van Commissarissen. Kijk, dat de AFM en de Nederlandse Bank in het verleden, dat die veel meer hadden moeten doen, ongetwijfeld. Er was een burgerlijk wetboek. Hè, misleiding mag ook volgens burgerlijk wetboek niet. Dat was zelfs voor de zorgplicht. Absoluut. Nu laten we alsjeblieft achter die toezichthouders gaan staan. Want we hebben toezichthouders nodig om het in het gereel te krijgen. Zelfregulering gaat niet werken.